Ariel, kom hier! Wisseltruc oplichters zijn op dit moment een ware plaag. Opgelicht gaat undercover. Meneer, we hebben alles opgenomen op verborgen camera. U mag het gaan uitleggen aan de politie, want die neemt u nu mee. En goed nieuws, de banken gaan naamnummercontrole invoeren. Mede dankzij de niet aflatende druk van Opgelicht, onder andere via een petitie. Hier heb ik ze, de petities. Dit wordt serieus genomen. Mooie actie. Dank. Plus een goedlachse watersportondernemer bij wie velen het schip ingaan. Dit is de boot die ze dus met schade teruggebracht hadden. En ja, de rekening nooit betaald is. Ik denk dat wij prima ons werk hebben kunnen doen. Als ik deze mensen bekijk, nee, we hebben ruim 2 ton schade. Nee, we hebben... Nou ja, goed. Dit is Opgelicht. Goedenavond. Ja, je kunt ons ook vandaag weer bereiken via de social media. We beginnen de uitzending met mooi nieuws. Wij hebben ons vorig jaar namelijk door middel van een petitie hard gemaakt voor de invoering van naamnummercontrole bij banken. En die komt er nu. Gijs Boudewijn van de Betaalvereniging. Wat gaan de banken doen? De banken die gaan in 2017 de IBAN-naamcheck invoeren. Niet alleen naar aanleiding van de petitie, maar heeft natuurlijk wel een rolletje gespeeld. En dat betekent dat naam en nummer die worden gecheckt en dat de klant een waarschuwing krijgt als er iets afwijkt. Juist, een doorbraak in de bestrijding van fraude dus. We hebben het er straks nog uitgebreid over. En na de uitzending is er een livestream met Gijs Boudewijn. Heb je een vraag over dit nieuwe systeem, stuur hem dan in. Maar eerst, de wisseltruc. Hij is al eeuwen oud, maar blijkbaar weer in opkomst. In Amsterdam spreekt de politie van een ware plaag. Doelwit zijn meestal mensen die hun huis te koop hebben staan. De Belgische Tim Willens vertelt wat er gebeurde toen hij benaderd werd door een zogenaamde koper. Of er iets privé kon betaald worden ook, of alles officieel moest verlopen. Ik had gezegd, tijdens een gesprek kunnen we dat altijd overwegen, dus niet heiliger dan de paus. De Belgische verkoper is benieuwd naar het voorstel. Er volgt een ontmoeting in Amsterdam. Een mooi hotel in Amsterdam, waar concreet over de cijfers gepraat werd. En daar werd er gevraagd om een gedeelte niet officieel te doen, dus niet via de notaris. Maar ook een wissel, omdat men had geld verdiend vroeger met de diamanten. De koper, een diamantair genaamd David Levian, legt uit dat hij 60.000 euro zwart geld heeft in biljetten van 500 euro... die hij nodig heeft voor de koop van het huis, maar die hij niet zelf op de bank kan zetten. Men zat blijkbaar in detailhandel of in restaurants waar er nooit met 500 euro wordt betaald. Dus kon men dat niet verantwoorden. Dat was de uitleg van... En dus of u wat kon wisselen? Ja. Ja. Het probleem was dat allemaal grote biljetten waren. En ik moest die wisselen tegen kleine coupures. Ik moest 60.000 euro wisselen. Ik kreeg daar 10% op, dus ik ging daar 6.000 euro aan verdienen. Je verdient dat niet zo vlug. Dus, dat was wel een interessant voorstel. Wel een stem toe. En op 13 oktober is het zover. De transactie vindt plaats in de Spuistraat in Amsterdam. Hij heeft een doos bij zich met briefjes van 100, 20 en 10 euro. Dat was per telefoon en per sms kreeg ik een adres door, een kwartier voor afspraak, in Amsterdam. Dat is een zaak. Die persoon zat daar al, waarmee ik afgesproken had. En het geld zat in een koffertje. Hij had mij dat getoond. Ik toon hem ook mijn geld. En hij zegt, ja, tuur is wat werk om te tellen, ik ga het gaan tellen in het toilet. Men heeft een koffertje aan mij, dus waar ik al het geld had zien inzetten. Die stond gewoon bij mij, dus om het vertrouwen te geven van oké, jij hebt uw geld. Ik ga dat van u tellen, wat is meer werk, briefjes van 20, 50. Tel jij ondertussen die. Maar men verdween achter dat muurtje, zogezegd, naar het toilet. Maar blijkbaar was er een achteruitgang en men was verdwenen. Enkele minuten ja, begon ik te zien van oké, die blijft wel lang weg. Ik kreeg ook dat valiesje niet open. Dat was op slot. Door de zijkant heb ik toch een paar biljetten kunnen uittrekken en toen zag ik dat het vals was. Wellens doet aangifte bij de politie, maar naar zijn geld kan hij fluiten. Wat denkt u nou op zo'n moment? Ja, dan kunt je wel. Dan denk je dat je enorm dom bent, maar het voorstel was op zich niet slecht.
Bizar genoeg wordt het slachtoffer korte tijd later opnieuw gebeld in verband met een ander huis dat hij te koop heeft staan. Hij plant een afspraak in Rotterdam en belt de politie. En dan hebben we een ontmoeting gehad. Een eerste gesprek zonder geld te wisselen of dergelijke. En daar is de politie dan tussen gekomen. Wij zaten gewoon te praten, dus de volledige wissel. Het gesprek was zo goed als gelijk aan de eerste keer. En de politie is anoniem, zaten die verspreid rond mij. En die zijn gewoon, dat waren twee mannen, die hebben gewoon de identiteitscontrole gedaan van die mannen. En de koos was af voor de politie. Dus. Ja, onze Belgische gedupeerde is zwaar teleurgesteld dat de politie hem niet verder helpt. En als hij dan ook voor de derde keer benaderd wordt, dit keer door een zekere Ariel Bosman, met eenzelfde soort vraag, dan neemt hij contact op met de redactie van Opgelicht. Wij nemen het gesprek van hem over en we doen ons voor als het Belgische slachtoffer. Donderdagochtend 26 januari. Hier, aan het professor Tulplein in Hartje Amsterdam, zal om 1 uur de eerste ontmoeting plaatsvinden. Het slachtoffer, rechts, ontmoet onze collega en is blij dat er actie wordt ondernomen. Ik blijf de pak geld. Ik wil echt wel die mannen... Is het niet om mijn geld terug te krijgen, dan is het toch dat de praktijken stoppen. Kort voor de afspraak stuurt Ariel Bosman een onduidelijke app. Dit is de adres waar we kunnen we ontmoeten, want die ander maken ze iets dat er morgen dicht is. De adres de Wittekade 190 Amsterdam 1051 AP. Met Bosman Ariel, excuses voor dit. Ja, ja. Op het opgegeven adres is een brasserie gevestigd. Wellens rijdt er naartoe in een geblindeerde auto. Hij hoopt dat de man die hem heeft opgelicht vandaag weer van de partij is. Onze collega die zich uitgeeft voor het Belgische slachtoffer arriveert precies om 1 uur. Maar geen meneer Bosman. En dan begint het wachten. Als Ariel Bosman om 2 uur nog niet is komen opdagen, vrezen we dat hij argwaan heeft gekregen. Gelukkig belt hij. Hallo, met Wim. Ja, ik ben aan het wachten op u. Voor een kwartiertje ben ik wel aanwezig. Prima, dank u. Ondanks een bemoedigende telefoontje, geen Ariel. Tot ver na 2:30 deze man opduikt. Tim Wellens kent hem niet. Die leek erop, maar ik durf niet bevestigen dat hem is. Ja, dat is toch wel altijd, sorry. Excuses voor mij te veranderen dat ik mijn auto was ook gebroken, dus ben ik gewoon met een taxi gekomen. Ariel komt snel ter zake. Het pand gaat officieel nu dus van de hand voor 120.000 euro. 30.000 wordt zwart betaald. Maar dan komt de aap uit de mouw. Op de bankrekening van Ariel, die zich zo te zien op zijn gemak voelt, staat maar 100.000 euro. Gelukkig heeft hij wel 20.000 euro cash in briefjes van 500. We denken nog een nachtje over het voorstel na en vertrekken. Neemt u deze of is dit voor mij? Dat is van hier. Oh, dat is hier. Oh, goed. Goed, wij... Ik ga het voor de volgende. Ja, ik ga het voor de volgende.
Is goed. Dankjewel. Hetzelfde. Het lokaas is uitgegooid en Bosman lijkt te happen. De volgende dag laten we hem weten dat we ingaan op zijn voorstel. Een paar dagen later moet de deal plaatsvinden. De hele actie blijft mysterieus, de locatie van de overdracht vaag. Maandag 30 januari. Vandaag gaat het gebeuren. Tegen 10 belt Ariel om de exacte locatie door te geven. We kunnen afspreken gewoon in die hotel waar we hadden de eerste adres gegeven. Professor Turfplein 1, 1018 GX. Ah, dat is goed, hè? Van mij kan het alles geregeld, dan zien we ons om 1 uur. Het Amstel Hotel. Ruim voor 1 uur arriveren nog meer collega's van Opgericht die de actie begeleiden. Er is inmiddels contact gezocht met de politie die meewerkt. Hij rijdt nu langs ons. Even na 1 arriveert onze undercover collega die meteen Ariel Bosman belt. En daarna contact opneemt met de andere collega's van Opgericht. Ja? Hij wil dat ik naar binnen ga naar de brasserie. Oh, oké, okay. Prima. Goedendag. Een afspraak in de brasserie. De undercover draagt een zendertje en Opgericht luistert mee. Goedendag. Goedendag. Dag. Dat was even zoeken. Als we constateren dat Ariel echt aanwezig is, bellen we de politie. De afspraak die lijkt te gaan gebeuren in de brasserie van het Amstel. Op dit moment zit alleen onze lokvogel binnen. Die gaat absoluut buiten plaatsvinden, omdat we het Amstel niet in willen. Onze undercover-collega heeft geen geld bij zich en ziet dat ook Ariel Bosman met lege handen is gekomen. Maar u hebt ook nog niet bij. Nee, we zijn met transport eigenlijk. Nee? We zijn met diploma. Bij u is het aan daar of is het... Ik heb daar hier bij mij, hoor. Bij nu of in de auto? Nu in de auto. Oh, in de auto? Ja. Kijk, kunnen we meteen iets snel voeren? Als jij straks meeloopt, ja, dan zie ik jij. Als ik daar verder niks zie, dat ik niet ver... als ik daar niks zie dat ik niet vertrouw, dan maak ik voor u de deur open. Dan kunnen we dat zo meenemen. Ja, ja. En dan krijg ik van u dat terug. Bosman belt iemand. Hij waarschuwt kennelijk een handlanger. De boef komt nu naar buiten. En ik ga hem zo aanspreken. Ariel lijkt er helemaal van overtuigd dat onze undercover-collega te goeder trouw is. En gaat hem voor. Ja, maar ik sta hier recht tegenover, dus dat komt goed, hè? Is dat daar, hè? We kunnen pakken en dan gaan we naar daar van de telefoon. De opgelicht ploeg is paraat. En ziet dat Ariel Bosman op straat nog steeds geen idee heeft wat hem te wachten staat. Met open ogen loopt hij in de val. Wisselgaat zijn zwart plaatsen. Oké, goeiedag. Wat bent u hier aan het doen? Sorry? Wat bent u hier aan het doen? Niks. Waarom niet? Meneer Ariel. Meneer Ariel. Kom hier. We gaan achter langs de gracht. We zijn nu aan het rennen. Straat Hubbekade is aangehouden. Er hoofd van? Meneer Ariel, wat was u van plan? Ik begrijp het niet zo. U gaat geld wisselen? Nee. U gaat wel geld wisselen? Ik weet niet wat u praat. Wat hebben we op verborgen camera? Ik weet niet wat u praat. Nou, ik weet niet, ik waarom holt u weg? Ik was bang voor jou. Waarom was u bang voor mij? Ik weet niet. U wilt vals geld wisselen? Nee. Nou, nee. Of? Nee. Heeft u geld bij u? Ik heb niks bij me. Laat zien. Welke geld moet ik wisselen? Wat heb ik? Wat heb ik? Wat heb ik wisselen? U beschuldigt mij. U beschuldigt mij gewoon u van wilt, niks. U wilt gewoon vals geld wisselen? Nee. U beschuldigt mij van niks. Welke vals geld bedoelt u? Wat bedoelt u daarmee?
Huh? Wilt u het ontkennen? Wat bedoelt u daarmee? Vaas geld, voor wat? Huh? U wilt het geld wisselen? Nee. Briefjes van 500 in kleine coupures? Nee, ik weet niet wat u praat. We hebben alles op verborgen camera gedraaid. Dat wist u niet, hè? We hebben alles op verborgen camera. Waarom probeert u te ontkennen? Hoe zit het dan? U beschuldigt mij gewoon van niks. We hebben u toch met u afgesproken. Wat? In het café. En toen sprak u toch met die Belgische meneer? Nee. Oh, dat was u niet? Nee. Was uw tweelingbroer? Nee, ik weet niet wat wie was dat dan? Ik meneer, weet niet we wat hebben alles opgenomen op verborgen camera. U mag het gaan uitleggen aan de politie, want die neemt u nu mee. En onze snelle verdachte zit nog steeds vast. Dus hij kan u voorlopig in ieder geval niet oplichten. Maar pas op, er worden bijna iedere dag mensen op deze manier in de luren gelegd. De politie waarschuwt voor een nieuwe babbeltruc. Collectanten komen met een mobiel pinapparaat aan de deur. Er kan alleen met de pin worden gedoneerd omdat ze liever niet met geld over straat lopen. Als iemand pint, wordt de pin pas vliegensvlug verwisseld en wordt de pincode afgekeken of onthouden op het nep-pinapparaat. Daarna proberen de oplichters zo snel mogelijk te pinnen bij een geldautomaat in de buurt. De nepcollectanten spelen in op het feit dat sommige bona fide goede doelen al met mobiele pinautomaten collecteren. Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze pinpaswisseltruc, hou je pasje altijd zelf in je hand. Zwendelaar Jan-Herman Brinkman is weer actief in Nederland. En deze keer heeft hij het voorzien op prijzige campers. Brinkman weet in elke branche duizenden euro's weg te trekken. Of het nu gaat om Spaanse investeringen, het verhuren of aankopen van internationaal vastgoed of financiële dienstverlening, de tegenpartij blijft altijd met lege handen achter. Ditmaal zijn camper-eigenaren die hun kampeerwagen op Marktplaats aanbieden zijn doelwit. Bent u Jan-Herman? Bent u Jan van der Meer? Bent u Henk Brinkman? Wie bent u? Dat vraagt iedereen zich af. En iedereen vraagt zich af waarom u iedere keer, ieder jaar, opnieuw een bedrijf pakt en daarmee verdwijnt. Onder de naam Jan ter Heegde uit Holte stelt Henk Brinkman zich voor. Hij wordt geholpen door zijn bejaarde schoonvader. Via smoezen en een nepbetaling van de Triodosbank probeert hij de dure campers in bezit te krijgen. Hij ondertekent de koopcontracten met valse naam. Denk je nou ook met Jan Herman ofwel Henk Brinkman te maken hebben gehad? Laat het ons weten. Het is al jaren een landelijk probleem, malafide slotenmakers. Je hebt je buiten gesloten, je belt een slotenmaker die adverteert op internet of in de Gouden Gids. Je hebt haast en trekt snel de deur achter je dicht. Op het moment dat je het doet, besef je dat de sleutel nog binnen ligt. Paniek! Of je hebt de sleutel wel, maar je slot is kapot en je krijgt de deur niet open. In deze gevallen zit er niets anders op. Je moet een slotenmaker bellen. Uiteindelijk was het €370 bij elkaar. Voor twee hangsloten moest ik €580 betalen. De intimiderende slotenmaker presenteert uiteindelijk een veel te hoge rekening en je wordt gedwongen te betalen. Wil je dat de praktijken van die malafide slotenmakers gestopt worden? Vul dan het meldformulier op onze website in. Wij gaan ons inzetten om de handelwijze van die slotenmakers een halt toe te roepen. Tot zover de updates. Ze horen niet thuis in de watersport. Watersport is een fun evenement, plezier. En op deze manier is dat hele plezier compleet verdwenen. Hoe kan het zo misgaan? Ik denk dat wij prima ons werk hebben kunnen doen. Als ik deze mensen bekijk, hebben we ruim 2 ton schade. Dat zie je straks. Een loesje watersportondernemer die de kluit belazert. In september van het vorig jaar, toen riepen wij iedereen op om onze petitie te tekenen. We maakten ons hard voor de invoering van een naam-rekeningnummercontrole bij de banken. Goed nieuws dus, de campagne heeft effect gehad. Nog dit jaar gaan de banken checken of de naam die je invult ook echt bij het ingevoerde rekeningnummer hoort. En zo wordt veel fraude voorkomen. Sandra de Jong van de Consumentenbond, jullie hebben er ook van alles aan gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Jullie reactie.
Verrast, maar heel aangenaam verrast. We zijn inderdaad sinds 2014 hier heel actief op bezig. En al langer natuurlijk voornaam nummercontrole pleitend. Dus we zijn erg aangenaam verrast hiermee. Het heeft natuurlijk al wat voet in aarde gehad. De geluiden waren tenslotte anders. Te duur, te ingewikkeld. Dus dat dit nu in één keer wel dit jaar gaat gebeuren, is voor heel veel consumenten goed nieuws. En hopelijk voor heel veel fraudeurs en criminelen slecht nieuws. Hartstikke mooi. Mooi resultaat dus. We hebben ons er niet voor niks voor ingezet. Met de deur in huis, wat vind je van het idee om de banken een naam-nummercontrole te laten invoeren? Het lijkt me een heel goed idee. Banken zouden dienstbaar moeten zijn en die namen en de nummers moeten controleren. Er was ooit een bank die deed het wel. Daar hebben heel veel burgers altijd profijt van gehad. Het voorkomt dat je geld overmaakt naar iemand aan wie je eigenlijk helemaal geen geld wilt overmaken. Ik vind het een fantastisch idee, ik ben er ook groot voorstander van. En niet alleen de politici waren enthousiast, ook u reageerde massaal. Ik onderteken hem. Mooie actie. Dank. En dus konden we in november gewapend met een boekwerk vol handtekeningen naar Den Haag. Hier heb ik ze, de petities. Bijna 40.000 mensen hebben deze petitie ondertekend. En namens al die mensen vragen wij u om u in te spannen, om u in te zetten, om fraude die veroorzaakt wordt door dit soort lieden op deze manier, om die fraude aan te pakken. Dit wordt serieus genomen. Dit dienen wij in. Dat wordt behandeld hier in de Kamer in wat dan heet de procedurevergadering. En dan wordt verder bekeken hoe er omgegaan kan worden met deze petitie en tot wat voor voorstellen dit mogelijkerwijs zou kunnen leiden. Dat gebrek aan naamnummercontrole, dat maakt allerlei vormen van oplichting mogelijk. Wij krijgen er regelmatig mee te maken. Een paar voorbeelden alleen al van het afgelopen jaar. Zoals lounge sets kopen via Facebook. Na betaling wordt er nooit geleverd. Ik vroeg aan hen hoe de betaling ging. Die zou overgemaakt moeten worden. We vroegen om bewijzen. Nou, ze gaven een KVK-nummer, een bedrijf wat ook daadwerkelijk bestond. Ja, zodoende. Ja, we vertrouwden het gewoon. Dat geldt ook vaak voor producten die via Marktplaats worden aangeboden. Papa, zijn we een zwembad kopen? En ze is helemaal gekomen. Vervolgens moesten wij geld overmaken en vervolgens werd het stil. Dus je belde en het was gewoon geen voicemail, helemaal niks. En toen dacht ik van, dit klopt niet. Ik ben heel verdrietig. Je boekhoudster die er met 8 ton van jouw zuurverdiende geld vandoor gaat. Zij verduisterde het geld door het geld over te boeken naar rekeningnummers die zij had met de naam van mijn leveranciers erboven. Rien ruikt onraad en laat de boekhouding doorlichten. En de eerste week toen kwam er ongeveer 560.000 euro boven water, waar niet te traceren was. Opgelicht deed vorig jaar een enquête. 60% van de ondervraagden weet eigenlijk niet of de bank controleert of de IBAN bij de tenaamstelling hoort. 99% zou dat wel graag willen. Exceptioneel. 99% vindt dat de bank een naam en nummer gewoon even moet controleren. Toch zegt de betaalvereniging in diezelfde uitzending van februari 2016 dat naam-nummercontrole geen optie is. Kern van het probleem is dat de bank van de betaler, het meeste betalingsgeld gaat van de ene bank naar de andere bank. En bank A, waar het geld vandaan komt, die beschikt niet over de namen van de klanten van bank B. Kunnen banken toch een samenwerkingssysteem voor beginnen? Technisch kan alles, maar het zou een enorm complex en duur systeem worden. En ja, dat is hoe duur zou dat systeem? Dat heb ik geen flauw idee, daar is er ook geen onderzoek naar gedaan. Wat ook voorkomt is dat fraudeurs facturen onderscheppen en hun eigen rekeningnummer invullen. De zogenaamde factuurfraude. Het zou overal gebeurd kunnen zijn. Het kan ook uit mijn brievenbus thuis gevist zijn. Mijn vermoedens gaan het meest uit naar de post. Achteraf gezien, ook nadat we het naast elkaar hadden gelegd, kwam het in principe gewoon, zagen ze er identiek uit. Het enige verschil was het rekeningnummer. Ook zuur, je hebt toch nog concertkaartjes voor Adele weten te bemachtigen. Maar ze zijn vervalst. Ik denk dat er mensen willen graag geld verdienen. En die proberen met een heel populair concert daar een slaatje uit te slaan. I fly from Israel to come here. I buy 6 tickets for thousands of euros. Hoe dat kaartje besteld voor mijn verjaardag. En die blijken fake te zijn. We hebben valse tickets gekocht via Marktplaats. Via alle internetten. Allemaal met dezelfde stoelnummers. Veel van deze gedupeerden zouden nooit in de truc getrapt zijn als de banken naam-nummercontrole zouden uitvoeren.
wat is erop tegen om al meteen die tweede controle in te bouwen, namelijk naam-nummercontrole? Nou, omdat dat een vrij ingrijpend iets is, als je dat voor alle banken moet invoeren, iets wat er nu niet is, is niet zo simpel in te voeren. Dus dan zou je moeten kijken, hoe lang zou dat duren, hoeveel zou dat gaan kosten, en wegen die kosten en die doorlooptijd op tegen de omvang van het probleem. Ja, nadat we de petitie hebben overhandigd in Den Haag, moest de minister met een reactie komen. En uiteindelijk is die naam-nummercontrole een feit. Gijs Boudewijn, de banken zien dus nu eindelijk de noodzaak van die controle ook in. Wat gaan ze precies doen? Nou, het is eigenlijk zo dat naar aanleiding van al dit soort signalen, maar ook als gevolg van een innovatieprogramma van de Rabobank, er een aantal dingen bij elkaar gekomen zijn. De signalen van de Consumentenbond al genoemd, zijn besproken. De banken hebben daarna gekeken en hebben een drietal maatregelen samen afgesproken die in 2017 ingevoerd gaan worden. Dat begint met het stoppen. Sommigen zijn al gestopt met het heruitgeven van al vervallen rekeningnummers. Dat is één. Tweede is, heel veel fouten worden gemaakt door verkeerde adresboekgegevens. Dus banken gaan klanten helpen en voorlichten om hun adresboeken op te schonen. En dan het belangrijkste. En dan het allerbelangrijkste. En ja, dat klinkt misschien wat raar, u heeft mij net gezien. Maar dat komt door een innovatieprogramma van de Rabobank. Kunnen we nu toch de IBAN-naamcheck invoeren? Ja, ja, inderdaad. We hebben u net gezien. En u zei van ja, het is allemaal te ingewikkeld. En we hoorden ook signalen van de banken. Het zou allemaal te duur zijn. En dan komt de druk van de Consumentenbond en van Opgelicht. En dan kan het toch ineens, hè? Ja, het lijkt oorzaak en gevolg. Het grappige is wel dat wat er nu is, de IBAN-naamcheck, dat was al in ontwikkeling bij de Rabobank. Dat wist ik op dat moment niet. En dan zie je dat door de vooruitgang slimme nieuwe technieken, algoritmes, er toch ineens dingen mogelijk zijn. Dat, ja, dat is toch technische vooruitgang, waardoor het ineens toch een heel ander panorama is. Hè, waardoor het nu dus wel kan. Wel kan. Beetje toevallig, maar goed. Het is er. Daar gaat het om. Ja, het is een mooi resultaat. Dan kan je natuurlijk criminaliteit, fraude nooit voor 100% uitsluiten. Nee. Maar het wordt wel een stuk veiliger op deze manier. Nou, in ieder geval de oplichting en de marktplaatsfraudeachtige dingen. Die echt daar de dief, de oplichter, een andere naam heeft dan de rekeningnummer. Die gaan in ieder geval een stuk moeilijker worden. Zo niet onmogelijk. Ja. Want naam en nummer worden gecheckt en de klant krijgt een waarschuwing als het afwijkt. Ja, dat is belangrijk. Sander de Jong, ja, hoe belangrijk is het voor de bestrijding van fraude dat die naamnummercontrole er nu komt? Het is heel erg belangrijk. Het is niet alleen met per ongelukken fouten overboekingen of fouten die nog adresboeken staan, maar inderdaad de oplichters die hier misbruik van maken. We hebben allemaal gehoord, wel ontvangen misschien, de brief van CEIB dat je een boete moet betalen naar een nummer wat daar helemaal niet mee correspondeert. Ja. Er zijn heel veel webshops die op vrijdag opgericht worden en maandag met een horizon en jouw geld verdwijnen. De onbekende bekendheid ook over naam-nummercontrole heeft het ook heel erg bevorderd. We hebben ook meermaals onderzoek gedaan en blijkt dat heel veel consumenten dachten dat ook die controle gewoon plaatsvond. Helemaal niet wisten dat er helemaal geen controle plaatsvond. Precies. Waardoor die fouten optreden. En hiermee hopelijk inderdaad hebben we allemaal voordelen. Zou mooi zijn. Hoe gaat het werken, die IBAN-naamcheck? Zo heet die. Een demo. Je toetst net als anders de naam en het rekeningnummer in en drukt op betalen. Als de naam klopt, wordt de betaling doorgezet. Maar vul je een naam in die net niet klopt, bijvoorbeeld Janssen in plaats van Janssen, dan krijg je de juiste naam in beeld te zien, zodat je alles correct in je adresboek kan opslaan. Vul je een totaal verkeerde naam in, dan krijg je een waarschuwing te zien dat je het nummer nogmaals moet checken. Gijs Boudewijn, wanneer gaat het systeem ingevoerd worden? Wat ik al zei, het wordt door de Rabobank ontwikkeld. Die is het op dit moment aan het testen. Het mooie is, banken worden wel eens verweten niet zo innovatief te zijn. Nou, het blijkt dat het dus wel kan en waardoor dit dus mogelijk wordt. Rabobank heeft het ook aangeboden aan de andere banken. Die gaan dat dus ook overnemen. En wanneer gaat het gebeuren? Rabobank gaat als eerste in het tweede kwartaal van start. En we hopen dat alle andere banken in de loop van 2017 volgen. Goed, daar gaan we ze dan aan houden. Sandra, jullie houden in ieder geval ook de vinger aan de pols. Ja, we blijven natuurlijk kritisch kijken naar veiligheid en privacy. En wat ons betreft ook heel erg belangrijk dat als het systeem goed is, dat er zoveel mogelijk banken daarop aanhaken, zodat alle consumenten van alle banken weten dat als je iets fout overmaakt, dat er dan een waarschuwing komt. Ja. Mooi resultaat, mooi dat het er is. Dus fijn dat die check er gaat komen. En bij deze willen wij ook iedereen bedanken die onze petitie toen heeft getekend. Want mede dankzij jullie is het gelukt om de banken misschien iets harder te laten lopen. Allebei hartelijk dank voor jullie komst. En wil je meer informatie over die IBAN-naamcheck? Ga dan naar opgelicht.nl. Of doe vanavond mee aan onze Facebook-livestream. Gijs Boudewijn beantwoordt al jullie vragen dan. Stuur ze dus vast in via Facebook, Twitter of de Opgelicht app. Blijf op de hoogte van de meest actuele oplichtingspraktijken met de Opgelicht app. Van malafide webshops tot babbeltrucs, van phishingmails tot spookfacturen. Abonneer je op één of meerdere categorieën en krijg direct een melding zodra wij een alert plaatsen. De Opgelicht app. Download hem nu.
Ed de Wit en Karin Garretsen. Zelffanaten, levenspartners en zoemelaars. Zo'n 10 jaar terug gaan ze van start met een chartermaatschappij in de zeilwereld. Ze verhuren jouw boot voor je en de opbrengst wordt gedeeld. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik ben eigenaar van ISO Maritiem. Wij verhuren SEC zeiljachten en sloepen. Wij richten ons met name op de sportieve zeiljachten. We gaan een beetje zeilen, als de wind nog een beetje mee wil werken. Ed de Wit en Karin Garretsen, ondernemers in de pleziervaart en naar eigen zeggen vol ambitie. Als je nagaat dat ongeveer 1,8 miljoen Duitsers echt verzot zijn op watersport, denk ik dat wij daar nog een graantje meer mee kunnen wegpikken. Ja, beslist. Ze worden omschreven als ijdel, vriendelijk en joviaal. Jullie opkomst, jullie deelname, jullie hier zijn, dat is het belangrijkste. Dank je wel. In werkelijkheid geven ze vele watersportliefhebbers het nakijken. Als je voor het eerst meemaakt, zijn ze ongelooflijk aardig. Dat worden je vrienden. Maar het lukt mij al jaren niet om echt contact met ze te krijgen. De schade, inclusief alles wat we hebben moeten vervangen, denk ik dat ik gauw boven de 10.000 euro zit. Veel beloven, weinig geven, doen gek in vreugde leven. Ja, en die taal spreken ze als geen ander. Hallo, ik ben Anders. Dit is het programma Avondros opgericht. Oh, oké, okay. Oh, dat is van... Van ons, ja. Ja. Nee, ik dacht dat ik even zijn opsporing verzocht. Nou, dan zijn we nog verder van huis. He? Ze hebben nu 3 bedrijven in 3 jaar tijd gehad. En ik heb nu in de wandelgangen ook alweer begrepen dat ze nu weer in Friesland een of ander elektrische snoepenbedrijf zijn begonnen met een andere investeerder erbij. Ja. Nou, schiet mij maar, dat is gedoemd om te mislukken. Ja, ik weet niet wat je ermee gaat doen. Nou, monteren en het verhaal uitzenden. Ja, dit is voor jullie koren op de molen natuurlijk, voor je programma. Ik denk dat ze denken dat ze het allemaal wel kunnen. En dat is ook altijd, hè. Als je ze erop aanspreekt, dan hebben ze altijd wel weer een weerwoord. Het wordt geen item voor zolang als dat we hier hebben gestaan. Nee, ik mag hopen we niet. Dan hebben we een avondvullend programma. Dan wordt Nee, precies. Nou ja, goed. 24 uur wat jullie ervan willen maken. We hebben Ed de Wit uitvoerig aan de tand kunnen voelen over wat er allemaal mis is gegaan. Want dat het misgaat, dat heeft ook Saskia van der Heijden aan de lijve ondervonden. Ze schaft samen met Ed en Karin een dure sloep aan om die te gaan verhuren. Was ze er maar nooit aan begonnen. Nou, kijk, dit is wat we er nog van hebben. Hier staat het op. Sloepvaren Jan van Gent. Dat was hem. Dat is het enige wat ik er nog van heb. Dat is ook het. De tweedehands sloep kost een slordige 40.000 euro. De afspraak is dat beide partijen de helft van dit bedrag investeren. Uiteindelijk hebben Ed en Karin dus 2078 euro minder betaald. En ik had de volle 20.000 betaald. Nog voordat de eerste huurder zich meldt, is er al oneenigheid. Saskia woont zelf in Brabant, terwijl de sloep bij Ed en Karin in het Friese Lemmer ligt. Zij doen het beheer en onderhoud. Als ik zie de betalingen, er gingen alleen maar af. En er waren alleen maar kosten aan die boot. Uiteindelijk heeft die boot qua kosten aan rekeningen wat die boot gekost heeft, dat is 7800 euro geweest. Alleen maar wat er kapot ging. En dan denk ik van ja, hoeveel onderdelen zitten er op een boot? Ik denk dat alles vervangen is. Ik heb ook een keer een factuur laten controleren door een bedrijf. Die zeiden van, zit er de gouden knop op? Ondanks de vermoedens dat Ed en Karin het niet zo nauw nemen met factureren, verloopt de verhuur in 2011 redelijk. Het jaar daarop is een ander verhaal. Ze hebben in 2012 vanaf april heb ik overzichtjes gekregen van de verhuuropbrengsten van de sloep. En tot en met half augustus heb ik dat niet betaald gekregen. En dat loopt toch in de duizenden euro's. Het is maar goed dat je niet precies weet hoeveel dagen dat er niet betaald zijn. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen tegen mensen, betaal mij 300 euro aan de kade. En die stop ik in mijn zak. Maar dit is voor Saskia niet meer te bewijzen. En als ze de zakelijke mailtjes van toen nog eens terugleest, blijkt er met veel woorden weinig gezegd. Kijk, want dit is zijn eigen mail, dus dat is natuurlijk wel goed. Dan schrijft hij al nu de gehele administratie op de komma nauwkeurig in kaart is gebracht. Nou, daar moet ik dan wel een beetje om lachen. Dat ik denk van, ik heb nog nooit een factuur gezien zonder er 10 mails overheen te sturen van, kan je de onderliggende factuur laten zien? Dus
Ja, dat zeg ik. Ze denken volgens mij zelf dat ze het allemaal fantastisch op orde hebben. Maar in werkelijkheid hebben Ed en Karin lak aan Saskia. Op een gegeven moment kreeg ik ook een mailtje dat zij geen eigenaar meer waren van de sloep. Dat hadden ze overgedaan naar iemand anders. En ook zonder weten kreeg je gewoon een mailtje. Ja, wij zijn geen eigenaar meer, weet je wel, zo. Dat was hun werkwijze. Het heeft heel veel touwtrekken en heel veel energie gekost om met deze mensen samen te werken. Ja. En uiteindelijk, met afsluiting, dat ik dus de sloep mijn deel heb verkocht. En dat ik dacht van, ik ben er vanaf. Met een schadepost van? Met een schadepost van 10.000 tot 12.000 euro. En Ed en Karin gaan vrolijk verder. Samen met een investeerder beginnen ze Lemmer Sale. Had een goed businessplan. Dat was nu een redelijk businessplan. Ze hadden een goede locatie gevonden in Lemmer. En ze hadden een paar boten geregeld via andere particulieren. En ik ben toen met mijn bedrijf ingestapt. Gewoon als klant van, nou, ik lever een paar boten. Die mag je verhuren voor me. Ze hebben een nieuw slachtoffer binnenboord. En de verhuur van de sloep gaat op dezelfde voet verder. Ik had een urenteller in een van de boten. Die motor kon achteraf uitgelezen worden. En die verschilde substantieel hetgeen ermee betaald was. En ja, wat is het verschil? In een periode dat ik een aantal dagen uitbetaald heb gekregen, terwijl de boot in ieder geval het viervoudig had gevaren. Volgens urenteller. En dit blijkt slechts het begin van het debakel Lemmer Sale. Er waren heel veel onverwachte kosten. Er moesten veel meer leningen in dan ik dacht. Er was geen duidelijke scheiding tussen privé en zakelijk, merkte ik al heel snel. Oude schulden van de oude eenmanszaak die werden afgewenteld in de BV. Dat was een struggle for life. Ja, dan zit je er wel in en je geld zit er ook in. Ik zat erin en ik zat er met heel veel geld in. De schade na in Lemmer Sale, waar ik zelf mede-eigenaar van was, is nu volgens de Kamer van Koophandel ruim 60.000 euro rekening courant. Een 30.000 euro bij de curator geregistreerd zitten openstaande rekeningen die ik nooit gekregen. En dan nog alle kosten van advocaten, processen en procedures. Dan, als ik snel even reken, kom ik al rond een ton uit. Ja, en dat is nog buiten het omzetverlies van de schepen. Zo blijken zowel gevaren uren, boten als complete investeringen volledig te verdwijnen in het niets. En die sloep zinkt. Het stel heeft zelfs geprobeerd om de verzekering op te lichten voor een bedrag van 11.000 euro. Drie failliete bedrijven laten ze na. En wij lezen in de faillissementsverslagen over onbehoorlijk bestuur, ontbrekende boekhouding en aan de boedel ontrokken goederen. Naast mij zit accountant John Weerenburg. Ja, dat stel dat heeft in 7 jaar 7 accountants versleten. Ja. 2 daarvan worden door u vertegenwoordigd. 7 ja. Accountants in zo'n korte tijd. Hoe kan dat? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Geen idee. Het is uitermate ongebruikelijk in de branche dat je van accountant wisselt. Sowieso. En dat hebben zij gedaan. En als de accountants elkaar nu hadden geïnformeerd, want het was een systeem van collegiaal overleg, waarbij je de opvolger informeert. En dat is blijkbaar niet gebeurd. Hadden er geen alarmbellen moeten gaan rinkelen? Jawel, maar als je het collegiaal overleg niet uitvoert, wat niet verplicht is, maar dat wel bij je taak hoort eigenlijk, dan zie je dat je in het schip kan gaan. Ja, dan kan je dus in het schip gaan. Ja, dat ontbreekt dus dat mensen met elkaar praten. Die accountants zijn daar zelf ook gedupeerd, want die hebben niet betaald gekregen voor hun diensten. Dat klopt. Ja. Wat moet er nou veranderen dan inderdaad? Nou, allereerst het besef dat dit de gevolgen kunnen zijn van geen overleg. En wellicht is het verstandig om het collegiaal overleg nog eens nader te bezien. Om dit soort zaken te voorkomen. En die accountants die hadden zelf niet in de gaten moeten hebben van de boekhouding die ik nu voor mijn neus krijg, die deugt niet. Nou, ik denk dat in dit geval de situatie was dat op het moment dat het bij de ondernemer het heet onder de voeten werd, dat hij naar een ander overliep. Goed. En dan is de schade, nou, dan ziet het al enorm. Ja. Nou, niet alleen accountants blijken stelselmatig de dupe van dat duo te zijn. Wij spreken 15 gedupeerde booteigenaren. Aantal daarvan vertelt over de geraffineerde werkwijze van het stel. Ze horen niet thuis in de watersport. De watersport is een fun-evenement, plezier. En op deze manier is dat hele plezier compleet verdwenen. Sikko en Flip hebben een verhuurbedrijf in het West-Friese Hoorn. Zij leveren enkele schepen aan Ed en Karin. De afspraken die ze maakten met ons, die kwamen ze niet na. Dus bijvoorbeeld de boot na verhuur schoon afleveren. Als er schade aan de boot gevaar is, ja, joh, bespreek dat en trek dat van de borg in of wat dan ook. Nee, die werd gewoon stilzwijgend, gewoon weer teruggelegd, onschoongemaakt. Dus alsof je compleet uitgewoond was en de bladders hingen aan de buitenkant van de romp. Zoveel schade had hij.
En toen waren ze niet thuis. Telefonisch waren ze op een gegeven moment gewoon niet eens meer te pakken te krijgen. Ja. Want dan zien ze, hey, Sikko belt of hey, Flip belt, dan nemen ze gewoon niet op. Ja. Dus je doet alles zwart op wit. Logisch. Nou, en dan krijg je reacties. Dan is de honden geen brood van. Ja. Vertel even, wat krijg je dan voor reacties? Nou, dan is het alles wat wij in rekening brengen, dat is niet door hun gedaan. Ze hebben de boot keurig netjes zonder schade en schoongemaakt neergelegd. Alles ontkennen. Alles gewoon ontkennen. Ja. Ook Erik de Groot vertrouwt zijn zeilschip toe aan Ed en Karin. Vanaf het eerste seizoen ontstaat er ontevredenheid. De boot was in zo'n deplorabele staat dat er eigenlijk een paar duizend euro aan verspijkerd moest worden om hem weer helemaal droog, schoon en netjes te krijgen. Tweede jaar was het beter. Maar ook toen waren er al veel kleine dingetjes. Dingen die weg waren, die misten op de boot, die ook niet terug werden gebracht, die ik eigenlijk zelf steeds moest repareren. En jaar drie, nou, die verhuur heb ik nooit meer gezien, de inkomsten. Ook Sikko en Flip hebben vergelijkbare ervaringen. Ze halen noodgedwongen hun boten terug. Dit is een van de boten? Ja. Ja. Vertel eens. Dit is de boot die ze dus met schade teruggebracht hadden. En ja, de rekening nooit betaald is. De schade zien we ook nog. Daar zie je nog gedeelte van, ja. Door de logo van de Wereldbol. En hier nog eentje. Dat is de boot van mijn schoonvader in dit geval. En die dus meerdere keren verhuurd is zonder dat gedeelte van mijn schoonvader af te dragen. Zeg maar. Ed en Karin verhuren de boot stiekem en steken de opbrengst in eigen zak. Nou, toen hebben we een keer een proef op de som genomen, hè, met die kleine. Van joh, er zit een AIS-systeem in, dus we kunnen die schepen traceren en volgen. En volgens het AIS-systeem zou die in de haven moeten liggen. En inderdaad, de boot was verdwenen. Ed en Karin waren niet bereikbaar. De politie wordt ingeschakeld wegens verduistering. Zij krijgen Ed en Karin wel te pakken. De mensen die op dat moment de boot huren, krijgen de opdracht het GPS-systeem weer in te schakelen. En toen bleek hij dus midden op het IJsselmeer te varen. Dus de boot werd gewoon voor de volle 100% verhuurd. Zonder dat de eigenaren daar vanaf wisten. We hebben op een bepaald moment een GPS-tracker in laten bouwen. En dat hebben we gedaan in het winterseizoen. Dat hebben we gedaan omdat we toch vermoedens hadden dat af en toe die boot wel werd verhuurd. Terwijl wij dat niet in het systeem stond. En toen we hem vertelden, toen we de boot weer brachten, van nou, ik heb die tracker, er zit een tracker in. Toen reageerde hij eigenlijk als een wesp gestoken van waarom? Vertrouw je ons niet? Dat vertrouwen geen vanzelfsprekendheid is, blijkt als Ed en Karin weer betrapt worden met het stiekem verhuren van een zeiljacht. Weer de maandelijkse termijn niet binnen. Weer bellen, weer niet opnemen, weer mailen. Uiteindelijk geen reactie. Maar toen zag ik dus op de AIS, op het trekkingssysteem, dat de boot aan het varen was. En van jou, verdomd, hij komt naar Horen toe. Nou, ik woon in Horen aan de oude binnenhaven. En ik zie zo de boot binnenkomen. Toen ben ik Ed gaan bellen. Toen nam hij wel op. Ik zeg, Ed, vanavond moet het geld op de rekening staan. Zo niet, leg ik de boot in de ketting. En dan heb jij een probleem met de huurders, want die kunnen de boot verlaten. Nou, toen was het... Om dan een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk is het dus, heeft hij geld voor zijn eieren gekozen. En het geld overgemaakt. Maar contractueel stond er nog iets van 5000 euro open. En is dat bedrag overgemaakt? Of? Nee. Ja. Nee. Schade aan deze boot, ruim 1000 euro. Nee. Dus als het totaalplaatje bij elkaar optelt, dan zit je eerst rond de 10.000 euro. Rond de 10. Op een bepaald moment ging er zoveel geld in die boot zitten. Aan reparaties, aan dingen die vermisten elk jaar weer. Aan dingen die vervangen moesten worden. Als ik de schade, inclusief alles wat we hebben moeten vervangen, denk ik dat ik gauw boven de 10.000 euro zit. Het is net duo list en bedrog. Het is een hoop schijn. En wat ze ook wel eens zeggen, veel beloven, weinig geven, doen gek in vreugde leven. Nou ja, en die taal spreken ze als geen ander. Flip en Sikko zijn ook hier welkom. Wij zijn op zoek gegaan naar Karin en Ed voor hun kant van het verhaal. Sikko, wat verwacht jij dat ze gaan zeggen? Dat ze niks verkeerds hebben gedaan waarschijnlijk, maar bewijs ligt er. De politie weet ervan, zeg maar. Ja. Flip, wat verwacht jij? Ja, hij is de onschuldige zelf. Hij heeft alles goed gedaan of geprobeerd goed te doen. Ja. En
Het is een charmante man. Het is een vriendelijke, amicaal, jovel. En toch zien jullie bij andere gedupeerden ook steeds hetzelfde verhaal zich weer herhalen. Het is kopie op kopie op kopie. Ja. Goed. Laten we even kijken hoe hij reageert en of jullie gelijk hebben. Dag meneer De Wit. Hey. Hallo, ik ben Anne. Het is het programma Avondros opgelicht. Oh, oké. Okay. We hebben een onderzoek gedaan naar het rijlen en zeilen van de bedrijfsvoering. Ja, ik ben er gewoon heel open en eerlijk in. Ik heb niks te verbergen. We hebben bijvoorbeeld 15 klanten gesproken. En die zeggen allemaal, de huurpenningen, daar is nogal wat misgegaan. Ja, natuurlijk. Want op een gegeven moment, als het er niet meer is, kan je niet meer betalen. En was er heel veel onduidelijkheid over de privé- en zakelijke uitgaven? Dat is wat ik ook in de Faisal-verslag gelezen heb. Nee, toen helemaal niet. Ja. Nee, toen nog zeker niet. Nee. Ik kan me wel een beetje voorstellen dat als je zogenaamd gedupeerd bent, dat je zegt van, hey jongens, daar zogenaamd gedupeerd? Bijvoorbeeld Saskia, die mist 14.000 euro. Nee, Saskia, dat is allemaal afgehandeld. U heeft bij een regatta uiteindelijk vals in geschriften gepleegd. Door te doen alsof er een boot verzekerd zou zijn. Nee. Met schipper en al. Nee, en dat blijkt helemaal nooit verzekerd zijn. Dat blijkt gewoon een vals document. Ik heb gisteren Sikko gesproken, Sikko en Flip. Nee, wij hebben een regatta. Dat is ook niet waar. Wij hebben met Sikko en Flip, die hebben bij ons wel, hebben we zaken meegedaan. Die hebben ook wel eens boten binnengebracht. Ja, en de boten van bijvoorbeeld zijn schoonvader, die is gewoon verhuurd geweest. Ja. Zonder dat hij erdoor heeft gegeven. Nee, dat is meerdere keren gebeurd. Nee, en daar is zelf de politie eraan te pas gekomen. Nee. Hoe kom je daar nou bij? Hij had AIS, hij kon precies zien waar die boten waren. Ja, maar die ook af en toe is de stekker eruit getrokken. Dan moest hij zelf de planten bellen, doet de stekker er even in. Nee, dat deden we zeker niet. Hij heeft toen een keer een boot aan ons verhuurd. En naar de hand zei hij van, hey, er zit schade op. Ik zei, ja, Sikko, kom nou. Maar hoe kan het überhaupt dat veel schades zijn gevaren? Wij horen ook veel heel schade. Veel. Niet veel schades. Nee, maar hoe kan het zo misgaan? Ik denk dat wij prima ons werk hebben kunnen doen. Prima werk kunnen doen. Als ik deze mensen bekijk, hebben we ruim 2 ton schade. Nee, we hebben. Nou ja, goed, dat zijn uw en woorden. En er zijn 7 accountants, er zijn havens waar je welkom bent. Er zijn 6 aangiftes. We hebben er nooit 7 gehad. De faillissementen liggen er niet om. Kijk, faillissement is een duidelijk verhaal. Hoe kunt u dan zeggen dat u goed zaken heeft gedaan? Dat snap ik niet. Wij zouden in deze business prima kunnen werken. Waren het niet dat je te maken hebt met te kleine marges. Waarom verhuurt u boten zonder medeweten van de eigenaar? Ik heb geen boten zonder medeweten van eigenaren verhuurd. Dus die mensen liegen? Ja, het ligt genuanceerder. Wij hebben nog nooit een boot. Het ligt volgens mij niet genuanceerder. Kijk, er staat geen boek in het systeem. Wij hebben nog nimmer, want het systeem is daar heel klip en klaar in. Boten meegegeven aan mensen, zo van neem maar mee. Dan hebben wij de huurpenning en die dragen we niet af. Dat spreek ik pertinent tegen. Voelt u zich wel aardig? Ja, behoorlijk. Wij hier staan, Nee, behoorlijk. Ja, enorm. Het is gewoon een enorme waardeloze situatie. Hoe is die situatie ontstaan? Door wie? Dat is een samenspel factoren waarin we... Kijk, het is altijd zo, waar 2 zijn, 2 kijven, hebben er ook altijd 2 schuld. Het is maar simpel. Als er 2 zijn, 1 of 2, hebben het altijd u. Hoe kan dat? Nou ja, goed, wij hebben daar zelf ook schuld aan. In die zin dat we zo stom zijn geweest. Kijk jezelf in de spiegel. Wat is nou uw fout? Wat is nou, jezelf? Dan denk ik, mijn grootste fout is te goed geweest van vertrouwen. Zeker te makkelijker ingestapt en te naïef ingestapt met bepaalde investeerders. We horen ontevreden klanten, havens waar je niet welkom bent. Een account die niet meer voor u willen werken. Ja. Aangiftes. Kijk, wij hebben ook toen we failliet gingen, hebben we eerlijk tegen de curator gezegd van, het kan niet meer. We zijn genoodzaakt, we kunnen niet meer verder. Nee, de curator is al te laat. Precies, dan ben je al te laat. We kunnen niet verder. We kunnen niet verder. U draait zelfs dat om. Dan zegt de curator, u kunt niet meer verder. Nee, want wij zijn zelf naar de curator gegaan. Wij hebben zelf het faillissement aangevraagd, omdat er op een gegeven moment, het kon niet meer. Het is nooit de bedoeling geweest om te duperen. Het is nooit en nimmer de bedoeling geweest. En dat is ook niet gebeurd. En daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken om te zeggen, ik ben bewust aan het oplichten geweest. Zeker niet. En toch belandt u in ons programma? Ja, nou ja, blijkbaar. Kijk, er is toen de tijd, een tijdje terug al is geroepen. We gaan ons verenigen, want er zijn gedupeerden. En ik snap wel dat er gedupeerden zijn. Maar ik denk dat wij net zo goed gedupeerd zijn. Ja. Maar heb je nog een boodschap aan de mensen die al het geld kwijt zijn? Die vertrouwen in u hadden? Als ik een boodschap moet zeggen, dan kan ik eerlijk zeggen, ja, sorry dat het allemaal zo gelopen is. En dat hebben we ook naar de rand wat bij DZG nog wel getracht zo aan te geven. Maar ik huldig de mening van waar 2 kijven hebben ook 2 schuld. Dat wij daar zeker een rol in hebben gespeeld. Ondeskundig. Te naïef, opportunistisch, ja, zonder meer. Sorry, zegt Ed dus. Hij en Karin zijn
te naïef geweest. Onder andere, Flip, als je dat zo ziet. Geloof je dan in die excuses van Ed? Nou, aardige man niet. Lijkt het wel, ja, hè? Het is, toen hij zijn verhaal deed, excuses... steeg hier onder gedupeerden in de zaal een soort gelach op, inderdaad. Ja, ja, ja. Het is, ja, hij speelt de slachtoffer. Maar ja, hij spreekt eigenlijk voor ons. Het is, wij waren naïef en, ja. En dat soort dingen. Ja, Sikko, hij zegt ook, ik heb nooit gesjoemeld met trackingsystemen. Ik heb nooit boten buiten medeweten van de eigenaren verhuurd. Wat vind je van zo'n antwoord? Dat is toch wel heel grappig dat ik in Noorwegen ben voor werk en mijn vrouw naar Lemmer gaat op ons verzoek. En boot er niet is. Ja. Politieaangifte wordt gedaan, politie belt en 3 uur later komt de boot terugvaren. Ja, wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk, goed. Mensen zijn in ieder geval gewaarschuwd. Mooie praatjes van die Ed. En hij steekt dus nog steeds niet de hand in eigen boezem. Hopelijk komt hij tot inkeer. Dank jullie allemaal voor jullie medewerking. Dit was Opgelicht voor vanavond. We gaan nu meteen door op Facebook met een livestream. In verband met dat nieuwe naam-nummercontrolesysteem van de banken. En Gijs Boudewijn zal al je vragen beantwoorden. Dus als je vragen hebt, ga dan nu naar onze Facebookpagina. Wij maken plaats de komende weken voor Zorg.nu. En op 4 april zijn we terug op televisie. Tot dan en voor nu een heel mooie avond. Tros.